De GGD maakt zich grote zorgen over de vaccinatiegraad in Den Haag. Het aantal Hagenaars dat is gevaccineerd tegen corona is veel lager dan in de rest van Nederland. In de stad heeft slechts 55% van de mensen een eerste prik gehad. 46% van de Hagenaars heeft er twee gehad. Vooral de Schilderswijk, Moerwijk, Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt blijven sterk achter. Uit cijfers blijkt ook dat vooral jongeren zich minder laten vaccineren. Om de vaccinatiegraad verder te verhogen, wil de GGD meer plekken creëren waar mensen zonder afspraak kunnen binnenlopen om hun prik te halen. Den Haag moet voor de uitbreiding van Madurodam terug naar de tekentafel. De Raad van State heeft beslist dat er bij de nieuwe indeling van het park onvoldoende rekening is gehouden met de parkeermogelijkheden op drukke dagen. Ook is er niet gedacht aan een maximum aantal bezoekers. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen aangetekend. De gemeente krijgt van de Raad van State 20 weken de tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dat niet, dan keurt de rechter het bestemmingsplan af.